Jeu de Kort. Kiesna. Lastig, te kort voor dat paasje van Rijn net. Dit is beter. Snel eruit komen en dan een overtreding. Maar deze snelheid is Veldman in eerste instantie even te machtig. En het blijft te machtig. Dat is wel een goede rush, maar het is het zijn het. Een nieuwe groep natuurliefhebbers. Jansen weg. Serrero. Serrero raak. Ja. Dan heb ik eerder op de dag ergens gehoord dat Serrero niet kon schieten. Maar dit doet hij dus raak. Andersen. Vrije trap mee voor Andersen. Ajax heeft haast, lijkt het wel. Gewoon om zo snel mogelijk een ruime voorsprong te krijgen. Dan vliegt het naar het einde of zo. Van Rijn. Of wordt het toch Schöne? Nee, Van Rijn. Ja, kijk eens. Tjonge. Oeh. Ja, bij Ruiter komt die bal merkwaardig naar voren. Dus dan gaat hij er niet in. Ja, hij geeft het ook zelf aan. Die draait en die zwabbert. Daar komt Andersen. Daar is Klaassen. Daar is 2-0. Er zijn 20 minuten gespeeld. En Ajax leidt al met 2-0. En hoor het publiek. Ja, dat zijn Amsterdammers. Hè? Die laten zich altijd lekker gaan met meteen 10-10-10. Maar het gaat wel hard, hoor. Schöne. Randje strafschopgebied. Inlopend dus nu. Veldman. Ja. Ruiter. Goed. Op die inzet van Mooijsander. Dat is aardig. En dan Mooijsander met Ruiter. Duplan. Robin. Ja. Het is de aansluiting voor Utrecht. En dat is toch wel een leuk moment nu. Voor de wedstrijd ook. Het is even loeren. Het gaat net goed voor Utrecht. Er moet een gat komen voor deze trap. En daar is het niet onaardig gespeeld natuurlijk. Op het hoofd van Lewin. Johan. Waarschijnlijk is dat voldoende om te zeggen. Anders er vast. Ja, dan loopt Klaassen er weer. Jansen. Met Koen buitenop. Moet omhoog. Zo, tegen de paal zitten ze. Ayoub daarna. Van de Marel. Duplan. Had Sillessen ze wel in de gaten hoe gevaarlijk dat werd. Die merkwaardige voorzet waarvan je denkt, nou die gaat ver weg. En helemaal verkeerd. Andersen, Milik, niks aan de hand. Ja, als het publiek tekeer gaat, Van Boekel staat beter. Schöne dan nu, Letsch het weg. Duplan. Dit is nog geen wedstrijd die bij Ajax al op zak zit. Er komen twee nieuwe spelers in bij Ajax. El Ghazi en Riedewald. Kiesna gaat eraf. En Andersen gaat eraf. En El Ghazi. Ja, dat is ook zo'n balkunstenaar zoals Kiesna kan zijn. Hier heb je hem. Hier heb je hem. Ja, nou ja. Gelijk maar in de cadeau verpakking. Wat een wissel, hè. Straalt ook de boer uit. Hier gaat de wedstrijd een heel andere wending nemen. Door dit doelpunt. Serrero.
Schöne. Schöne. En Serrero. Milik. El Ghazi. Maar het blijft het Ruiter uiteindelijk. Dus Utrecht. Riedewald. Schöne. Oh. Ja, hoor het publiek. Dat neemt geen genoegen met het veiligstellen van het een en ander en het eindwinstboek. El Ghazi natuurlijk. En zo is Ajax met 3 punten uit deze strijd. Ajax wint. 3-1.